Yo mensen, of moet ik zeggen, ho 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 mensen, Merry Christmas. Oké, dat was de meest cringy intro ooit. Maar welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een oude auto, dat al heel lang in de game is, gaan we pimpen voor kerstmis. Het is bijna kerstmis. Deze video hoort normaal woensdag de 23e uit te komen. Maar wegens technische problemen, namelijk een internetprobleem, zal die waarschijnlijk iets later online komen, misschien morgen, donderdag. Het is nu echt gewoon woensdag dat ik dit opneem, dus ik neem het vrij laat op. Het is een beetje karma natuurlijk, maar ja. Ja, ik wou ook daaruit een stream doen met Rune en daarbij ging ik normale Cayo Perico heist eindelijk doen. Maar ja, internetproblemen kwamen daartussen, dus hebben we de stream niet kunnen doen. Dus de stream die gaan we dan doen van de Cayo Perico heist, gaan we vrijdag doen. Vrijdag de 25e, dus op kerstmis. Als internetproblemen dan weg zijn natuurlijk. En dan gaan we een van de dagen daarna gaan we ook nog de laatste heist van de van de facility doen. Want die hebben we ook nog niet gedaan. Dat hebben we tijden geleden hebben we dat gedaan, maar toen zijn we er niet helemaal uitgekomen. Maar dan gaan we dat dan nu nog eens doen. We hebben nu 2 uur, dus ja. Dat moet lukken, hopelijk. Dit is de auto die ik in een stream ook heb gemaakt met Rune. En ik vind het echt een heel leuk autootje. Hij was gratis op dat moment. Ik denk dat hij nu nog gratis is, dus als je snel bent. Maar als deze video uitkomt, het waarschijnlijk niet meer. Maar dit is de auto die ik nu ga pimpen. Dat is de Camacho. Macho man. Ja, oké. Cringe. Maar dit is dus een hele grote Jeep-achtige auto. Is het een Jeep? Ja, dit lijkt wel op een Jeep. En die ga ik nu pimpen. Dat is de beste off-road auto in de game. Naar mijn onderzoek. Ik heb niet heel veel onderzoek gedaan. Kun je dat dakje eraf doen? Nee, dus. Maar ik heb dus deze ook gekocht in denk ik dezelfde stream als die andere auto. Omdat ik toen 10% korting had op die site, waar joh, dat was echt gewoon een heel asociaal persoon dat er liep. Maar deze gaan we nu even pimpen, waar joh, dit ding is breed. Waar joh. Ik ben al te ver gereden, denk ik. Oh, ja, het is aan het sneeuwen, dan kan ik niet zo goed rijden. Maar hij rijdt wel chill op zich. Dit ding is 300 nog wat k. Dus 300 nog wat duizend. Joh, dit ding gaat hier amper fitten. beste Nederlands van de wereld. En dit is ook een van de beste auto's in deze. Kan je als een van de beste pimpen. Blijkbaar. Dat ga ik er... dat ga ik er niet op doen. Brakes ga ik er wel op doen. Bumpers. Oké. Een light guard. Primary, secondary. Een boelbar. Is iets dikker. Een boelbar 2. Is wel mooi. Stokrembar. Rembar ga ik sowieso niet doen. Ik denk dat ik boelbar ga doen. Secondary. Ja, secondary boelbar. Ik dacht dat dat iets anders was. Okay. Rear bumper dan. Rare light cage, oké. Chrome light cage. Primary light cage. Secondary light cage. Wajo, veel verschil. Boelbar. Ik ga denk ik wel voor een boelbar. Dan secondary boelbar. Hier gaat er heel veel geld in gaan, hè. Oké. Volle engine. Exhaust, oké. Chrome Star Exhaust, dan staat er een sterretje op de zijkant. Stealth Exhaust, oh, die dingen zitten daar beneden. Nee, we willen wel Exhaust zien, hè. Sidepipe.
Yes, dit is waar ik wou. Sowieso aan de zijkant. Haha. Oké, geen explosies. Doors. Oh nee. Nee, dat gaan we echt niet doen hoor. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Oké, grill. Remove. Retro. Ik ga remove. Ik vind remove wel mooi. Hoed. Dus de motorkap. Oké. Oké, wow. Oké, kleine ventjes. Oké, ventjes. carbon. Grote ventjes. Een streepje. Een carbon streepje. Oeh, met een schep en een bijl. Ja, dat ga ik erop doen. Hoorn. Ja, daar moet wel een truckhoorn op, hè. Hallo, dit ding is zo groot. Oké, zo, ik ga er geen neonkit onder zetten. Een livery. Oeh, livery. Camacho strip. Oké. Macho. Oké. Een gouden Camacho strip. Oké. Een meer kleurige Camacho strip. Een andere meer kleurige Camacho strip. Oeh, dit vind ik er wel vet uitzien. Alleen zit dat daar van boven wel niet helemaal goed uit, omdat dat dingetje daaruit. Maar ik ga dit doen, denk ik. Maar ik ben nog niet klaar, natuurlijk. Oké, dit ga ik niet doen. Ik ga geen. Oh, wat? Er zijn bladjes. Pure camouflage. Dat is eigenlijk wel vet. Ik weet niet. Ik weet niet. Ja, dat gaan we sowieso niet doen. Oké, ik denk dat ik voor de Milspec Mayhem ga gaan. Ja. Oké, dat plate. Bam, bam. Die staat ook aan de zijkant, dat is wel cool. Oké, respring, dat gaan we als laatste doen. Oeh, rollcage. Bars. Oh, dat is van achter. Dat is van achter. Bars. Chrome bars, primary bars, secondary bars. Bars 2. Chrome, primary, secondary. Bars 3. Wat is het verschil tussen bars 2 en 3? Oh, wacht. Oh, ik ben gewoon blind, denk ik. Want dat was gewoon. Er waren er maar twee. Oké. Secondary. Ja, secondary. Roof. No roof. Nee. Cell voor 272k. Oké. Skirts. Flat skirt. Ik vind. Ik denk dat ik deze vetter vind. Dus ik ga gewoon zo houden. Suspension. Ja, we gaan ze op een laagte zetten. Ja, nee. Transmission doet er niks meer bij. Truckbed. Oeh. Truckbed. Oké, bed rack. Oké. Een weapon crate. Oké. Een ammo box. Oké, weapon. Weapon crate met zo die scheppen, die dingen. Oeh, dat vind ik wel vet met duffelbags. Dan kun je daar gewoon je geld in steken en shit. Dat je hebt gestolen van Cayo Perico dingen. Ja, dat ga ik doen. Oké, turbo gaan we er niet op zetten. Dat is geldverspilling. Op dit moment, hè. Op dit moment. Oké. Wat gaan we hier opzetten? Er zijn veel wieltjes. Vrij veel wieltjes, ja. Ik vind dit nog wel zo het vetste, die drag dingen. Concave Rally Master vind ik ook best. Ik heb Concave Rally Master. Ja. You got great taste. Oké, yes, I know, I got the best taste, man. Oké, black. Ja, dat is goed. Oh, ik wou tires nog doen. Tire design. Sowieso. Vind ik heel mooi eruit zien. These Sowieso tires are bulletproof hard to tires. afford. En geen tires mag ik, denk ik. Nee. Nee. Oké, dan moeten we nog respray doen. Ik heb zin in een mat. En dan. Oh nee, ik wil deze. Dit ziet er zo cool uit. When you win an air race. Ja, maar fuck air races. Dit ziet er zo vet uit. Ik wou dat. Groen. Oké, dat ziet er eigenlijk wel even vet uit eigenlijk. Dat is een beetje lichter. Oh.
Hey Google, stop. Google komt er even tussen. Maar ik vind deze vet. Nee, wacht, deze. Ik vind die allemaal wel vet. Maar ik denk dat groen nog even goed is. Dus, oké, een secondary color, dat zijn al die andere dingen. Dan ga ik ook wel mat maken. Oh, dat ziet er wel echt vet uit, dit. Oh, maar je kunt dat ook zo doen. Oké, wacht. Je kunt dat echt gewoon geel doen. Oké, dit ziet er wel vet uit. Oh, dit ziet er ook vet uit. Ik weet niet. Ziet het er vet uit? Nee, dat ziet er echt niet vet uit, eigenlijk. Oké, dit ziet er wel oké uit. Maar gewoon zwart. Ik vind dat light grey. Ik vind light grey er nog wel bij passen. Op zich. Op zich. Maar ik ga denk ik gewoon zwart doen. Gewoon mat zwart. Oké, dan is hij klaar. Dat was snel gedaan. Dan gaan we hem testen. Of dat hij het waard is. Anders verkoop ik hem weer met mijn kerstmis outfit. Beste outfit ooit. Wow, joh, dit ding is snel. Dit ding is snel. Ik had echt niet verwacht dat dat ding zo snel ging zijn. Oh, oh, oh. Het sneeuwt nog altijd, mensen. Don't judge me. Sorry, mensen. Bijna doodgemaakt. Ik vind hem er best goed uitzien. In de sneeuw. Wajo. Oké, hier zijn altijd zoveel bergen zo. Kijk hier naartoe. Oké, ik zie jullie als ik daar ben. Oké, we zijn aangekomen. En het heeft wel even geduurd. Er was een kleine oponthoud. Ik moest een kleine andere missie gaan doen. Maar voordat ik ga de muur op klimmen, wil ik eerst iets anders proberen. Wil ik kijken of dat de lightbar op het dakje werkt. Want dan is het echt gewoon het beste. Ja, het werkt. Want er zijn heel veel auto's in GTA waarbij dat die lightbar dat die heeft, dat die gewoon niet werkt. En ja, ik ben aangenaam verrast dat dat wel werkt. Ik denk niet dat we hierop gaan geraken. Dit is echt heel stijl. Maar we'll try. Oké, kom aan, Camacho. Kom aan, kom aan. Ja, kom aan, kom aan. Oké. Ik wil nog eens proberen. Hij ging een beetje naar de zijkant, maar ik wil nog eens de goeie proberen. Wacht, ik ga echt gewoon er zo op. Zo, kom aan. Ja. Ja! Hij is er gewoon opgeraakt. Wat een beest. Oké. Het is dus een goede offroader. Ja. Het is een goede offroader. Een zeer goede offroader. Terug, achteruit, 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 achteruit. Ik denk dat ik vast zit. Oh, vooruit dan. Ja, oké. Perfect. Hij is ook goed voor door gaatjes te wormen. Kan dit hek open? Oké. Handig. Oké, ik wil nu een andere test doen. En daarvoor heb ik uw auto nodig. Excuseer. Hallo, excuseer. Zou ik uw auto mogen lenen? Oké. Oh, zo. Auto lenen. Ja, oké. Vecht met mij. Ja, oké, ga weg. Oké, dus de volgende test is of dat hij over een auto kan rijden. Want een off-road auto moet natuurlijk wel over een lage auto als de Sultan kunnen rijden. Dus kan hij erover? Toch maar lastig hoor. Toch maar lastig. Kijk eens, met een hogere snelheid. Oh, met een hogere snelheid gaat het wel heel gemakkelijk. Oh, oké. De poolbar werkt ook niet, want mijn lichtjes zijn kapot. Dat is niet leuk. En hij hangt ook helemaal los, die poelbar. Hoe ziet het interieur er eigenlijk uit? Oké. Decent. Het is niet extreem erg zoals sommige auto's in GTA, maar het is ook niet het beste interieur natuurlijk. Maar het is decent. Oké, hier kom ik dus ook op. Dat is ook handig om te weten. Dit is ook best stijl.
Is er dan nog een test? Niet dat ik mij direct kan herinneren. Maar ja, Camacho, zeker kopen zou ik zeggen. Als je het geld hebt. Nu, hij kost niet extreem veel geld in GTA-termen. Want in GTA kost een auto die het echt een euro kost. Kost in GTA een paar miljoen euro. Maar ja. Dat was een beetje overdreven natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja. Camacho, zeer goede auto. Zeker kopen. Mooie auto ook, vind ik. Vind ik. Enige nadeel is dat de lichten snel kapot gaan. En dat die verzuipen zo'n badje. Oh ja, wacht, ik weet nog een test. Dat is de laatste test van deze video. Oké, ik ga naar de test en jullie zien het wel als ik daar ben. Oké, ik ben aangekomen op de testsite. Hier ga ik de test doen bij het strand. We gaan testen hoe diep dat die kan zwemmen. Maar ik heb dus niet heel voorzichtig gereden, dus hij is een klein beetje kapot, zoals je ziet. Maar ik ben er dus ook achter gekomen dat als je de achterbumper afkrijgt, dat je daar iets zwevend krijgt. Zo'n zwevend dingetje. En wat dat dus is, dat is het achteruitlichtje. Dat zweeft dus als je de achterbumper eraf krijgt. Dat is ook wel weer een minpunt. Maar kijk hoe diep dat die erin kan. Oké. Totdat die kapot is. Hij kan helemaal onder. En nu is hij kapot. Oké, dat is positief. Hij kan dus helemaal onder. Dat is dan denk ik alles wat ik er nog mee kan doen. Bedankt voor het kijken. Oké, Messi weg, mevrouw de Kerstman. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. Het is een beetje iets anders dan dat we normaal doen. Maar ja, ik vond het wel leuk. Dus duimpje omhoog als je het leuk vond. Meestal vraag ik niet om duimpjes, maar ik heb ze nodig. Ik heb ze nodig. Dus duimpje omhoog als je de video leuk vond. En tot de volgende video. Nou, hey, je